De regering van Suriname heeft meer dan 500 grondbeschikkingen uitgereikt aan bewoners van Evram Zegen in goede verwachting om hen legaal grondbezit en rechtszekerheid te bieden. De uitgereikte beschikkingen geven hen nu de nodige zekerheid en recht op hun gronden. Belanghebbenden moeten aan hun verplichtingen voldoen om de titel op grondhuur te verkrijgen en verval van documenten te voorkomen. Deze maatregel richt zich op bewoners die zich jarenlang gronden hebben toegeëigend zonder een officiële toewijzing. De beschikkingen hebben betrekking op domeingronden in blok 2, 3 en een deel van blok 1. Onderhandelingen over het resterende deel van blok 1 zijn nog gaande. Minister Dinota Forswijk benadrukte het belang van rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling en waarschuwde tegen nieuwe grondopnames die bij wet strafbaar zijn. Dus de wet is nu duidelijk. Vroeger kon je occuperen en ongestraft eigenlijk je dingen doen. Maar momenteel, als je gaat occuperen, word je opgesloten. Dus daarom stimuleert de regering de occupatie. Maar als er een probleem is, moet de regering het oplossen. En dat is wat we vandaag hebben gedaan. Niet omdat bijvoorbeeld ze hebben gezien, vandaag hebben 500 mensen hun beschikking gekregen, dat Tamara de Goda, Shima Bigibuza, Bigikote, open dat je occupeert, naar Sroto, je Osroto. Dus laat dat wel duidelijk zijn. We stimuleren geen occupatie, maar een probleem van tientallen jaren geleden moet een regering oplossen. En dat is wat we vandaag hebben bewezen. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte het belang van grondpapieren voor zekerheid en toegang tot leningen, en spoorde bewoners aan om de conversiemogelijkheden en het Affordable Housing Program te benutten. Het staatshoofd riep op tot samenwerking met de regering voor verdere economische ontwikkeling in Evram Zegen en goede verwachting. Een grondconversie, want dat je kan put je grondzaak verdienen in eigendom. Eigendom wat ik in lassen nooit voor. In Peking no lassen, in Grand Peking no lassen, a grond voor jou, dan voor jou. Dus doe een grondconversie aan het dieren naar 25, SRD per vierkante meter, dat je kapot in eigendom. En dan kapot je eigendom, dat waarde stijgt morgen voor een grond voor jou, je kan het morgen leren. Dus dat is een heel soort passie, dat je kan doen. If you organisatie regel confasie voor je buurt, dan wil ik een afspraak naar de minister van OW, ook de minister NH, voor zorgen dat de watratori, de passitori, dat regel confasie. Maar ik heb contact van Oudu. Zodat ik een pot project kan tegenkomen, dat je streek je buurt, maar je pikje kapot desanie. Dat dat project zijn we tjapon, zelf werkzaam bij we tjapon, we tja de materiaal kom, maar aan het toe aan wat we moeten moeten. De regering zet zich in om door middel van dit programma rechtvaardigheid en ontwikkeling voor alle burgers te waarborgen.